qua kenmerk de mens, je wordt eigenlijk telke malen opnieuw geboren. Telke malen je in de publieke ruimte treedt, uw mening verkondigt, een inzicht deelt, een politieke standpunt gaan innemen, dat is een hergeboorte. Dat is opnieuw in die wereld komen en weer opnieuw trachten er iets van te maken. Na 45 is er een enorme hergeboorte. Er gaat zich een volledig nieuwe orde ten opzichte van de vorige orde zich gaan ontwikkelen. En dit is een, laat mij zeggen, optimistisch gegeven. Gaan we door een dal op dit moment? Ja. Hoe diep gaat dat al zijn? Dat weten we niet. Dat heeft met zoveel factoren te maken. We hebben een aantal inzichten in patronen, dus we kunnen wel lessen trekken om het al toch niet te diep te maken, maar we moeten ons best doen dan. En dat is complex. Amai. Ja.